Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 16 augustus. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb de boel dichtgehouden, want het is best wel warm. Ik ga eens even kijken hoeveel graden het precies is, want dat weet ik dus niet uit mijn hoofd. Ja, 24 graden. Maar ik had gisteren de boel open, maar dat was ook omdat het bewolkt was. En daar had ik achteraf heel spijt van, want echt al rond een uurtje of 6 komt de zon er doorheen. Nou, dat is sowieso als een erge punt waar ik echt een hekel aan heb. Als het gewoon een dagje regenachtig is, hoeft voor mij die zon er niet meer doorheen te komen. Maar daar kom je soms niet onderuit. Dus ik had wel even zoiets van, oh nee, gaan we weer. En toen werd het toch best wel warm en dat was toch wel eventjes een flinke tegenvallen. Dus ik heb nu gewoon de boel lekker gesloten gehouden. Ik denk dat is dan gewoon beter. Ik heb gisteren het quizje gekeken. Waar gaat het over? Ik weet eindelijk de naam. En ik snap het ook eindelijk na een week. Heb even geduurd. En toen had ik ook weer even zo'n herinnering. Dat ik zag, daar stond een man en die had een jasje aan met kippen erop. Toen dacht ik, oh, dit had opa niet leuk gevonden, want mijn opa die hield dus niet van kip. En uiteindelijk ben ik er nu ook achter waar dat dus van kwam. En dan zie je zo'n kippenjasje en denk je van, ah, dat had niet bij opa gepast. Dus dat soort dingen. Daarna de BNB Vol Liefde, wat ook wel weer leuk was om naar te kijken. Ik moet wel zeggen, eigenlijk duurde het best wel lang dit seizoen voordat ik erin kwam. Ik had nu ook echt zoiets, er zijn een paar mensen nieuw binnengekomen en ik denk echt, wow, zo aanwezig en zo vervelend. Maar goed, we gaan wel zien hoe dat afloopt. Ik denk dat die wel vrij snel weer naar huis zal gestuurd worden. Want volgens mij is die klik er ook niet. Daarna heb ik nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik de vlog gaan afmaken en heb ik mijn foto's bewerkt. Maar de laptop was weer super traag. Dat werkte allemaal niet mee. Toen had ik nog even een schrikmoment. Want ik kijk dus nu Netflix op de laptop, maar die laptop die plug ik dan zeg maar aan de tv door een HDMI-kabel. En toen ging Tijgertje erop lopen en toen knalde die eraf. Toen dacht ik, nee! Het is goed gegaan hoor, maar ik schrok er wel eventjes van. Ik snap ook niet dat hij altijd over die laptop heen moet banjeren als hij ergens staat. Dus dat was wel even een schrikmoment. Maar onder vuur was weer echt spannend. Ik vind het wel echt een aanrader, deze serie. Het is niet alleen, het is wel een serie wat over de brandweer gaat. Maar het is niet alleen brand hoor, wat ze blussen. Het is echt veel meer, want ze hebben ook ambulance dienst. Ik vind het echt een hele mooie serie. Ik hoop ook eigenlijk dat er ook nog wel weer een nieuwe seizoen komt. Al weet ik nog helemaal niet hoe dit seizoen eindigt. En daarna ben ik verder gegaan met Lieve Mama. En toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. Dat was fijn. Wat hebben we vandaag op de planning? Ja, eigenlijk gewoon even de woonkamer schoonmaken. Ik heb overal van die hele kleine mini vliegende beestjes. En ik heb ze vooral heel veel in de badkamer. Geen straks er een in de keuken. Die kon ik zo tussen mijn hand zo flats kapot krijgen. Maar in de badkamer krijg ik hem nog niet te pakken. En dan gaat hij wel eens op de spiegel zitten. Maar daar ben ik ook te laat om hem te pakken. Ik weet niet waar ze vandaan komen, laat ik dat vooropstellen. Ze overleven ook gewoon het douchen, hè? Want ik bedoel, met douchen komt de stoom vrij, maar dat overleven ze gewoon. Ik heb ook veel last van springspinnen, maar goed. Ik ga nu gewoon zometeen eventjes de woonkamer doen. Daarna ga ik eventjes papieren bijmaken voor mijn bullet journal. Daar ga ik jullie dan even in meenemen. Normaal gesproken doe ik dat boven, omdat ik dat met mijn machine doe. Maar doordat het nu zo warm is, is het boven niet te wezen. Dus ga ik het gewoon beneden doen. Maar daar ga ik jullie dan eventjes in meenemen. Dus ik ga nu even muziek aanzetten. En dan ga ik eventjes water pakken. En dan ga ik hier eventjes lekker aan de gang. Zodat alles weer eventjes lekker fris is. Dus dat is voor nu even de planning. Dus tijd om aan de gang te gaan. Oh,
Ik heb alles weer klaar. Het huis is weer lekker schoon. Soms kom je stof tegen op de muur. Dus dat heb ik ook gelijk even allemaal weggehaald. Ik had er net eten gegeven, maar Tijgertje die wilde weer niet eten. Die eet zo slecht de laatste tijd. Ik weet niet wat het is. Misschien krijgen ze nu gewoon voldoende voeding ook binnen van die wiskas hoor. Nee, sorry, Felix is het. Maar dat weet ik dan ook niet. Maar in ieder geval, ze wilde weer slecht eten. Ja, soms snap ik het niet. Weet je, dan is het mauw, miauw, miauw. Dan geef je eten, dan moet ze het niet. Misschien toch kieskeurig qua smaakjes of zo. Ja, ik weet het even niet. Ik heb het in ieder geval even weggezet. Dan gaan de anderen het ook niet opeten. Want als muis te veel eet, gaat ze ook weer spugen. Dus nou ja, ik weet het soms ook niet. Ik heb in ieder geval eventjes ook fijn de blaadjes weer bijgemaakt. Dus dan kan ik volgende week wel weer verder in mijn bullet journal. Ik heb nu voor de tweede week op rij al geen folders gehad. Dus ik ga wel weer even melding maken. Dat vind ik altijd heel vervelend. Ja, ik wil toch altijd graag mijn folders hebben. Ik vind dat leuk. Dat vind ik ook wel nog met boodschappenlijstje. Ik ga zo eventjes lekker relaxen. Ik heb een beetje een steek in mijn zij. Ja, het is iets hoger. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ja, vanavond gewoon weer. Waar gaat het over? En de BNB vol liefde. Misschien nog eventjes gamen. Dan ga ik de video in. Of de video. Nee, de thumbnail ga ik maken. Mijn blogpost schrijven. Misschien nog even verder met het artikel van Essence. Omdat ik al de foto's voor het artikel van vrijdag ga doen. Dan ga ik weer onder vuur kijken. En daarna lieve mama. En dan ga ik naar bed om mijn boek te lezen. Dat wordt het verder ook. Ik heb meteen wat oud papier weer bij elkaar gegooid. Want dan heb je ook alles zo weer bij elkaar. En nou ja, dan vind ik het ook wel weer prima. Ik ga jullie dan ook in ieder geval morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes in de relax modus. Foei. Ik merk toch dat ik nog steeds wel een beetje moe ben. Maar dat komt helemaal goed. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Goedemiddag op deze donderdag. Het is vandaag 17 augustus. Ik ben klaargemaakt en ik ga zometeen boodschappen doen. Ik heb even een lijstje gemaakt voor wat ik moet kopen. Ik moet eigenlijk nog even mijn eten voor vanavond eruit gooien. Want dat zou ik gisteren doen. Heb ik niet meer aan gedacht. Ik heb gisteravond gekeken naar Waar gaat het over? En de BNB vol liefde. Dat is allemaal wel weer interessant en ook wel weer leuk. Ik heb eventjes gegamed. Toen ben ik mijn blogpost gaan schrijven. Heb ik de vlog geüpload en een thumbnail gemaakt. En toen ben ik nog even wat gaan doen aan het artikel van Essence. En wat foto's voor het artikel van morgen bewerkt. Toen ben ik onder vuur gaan kijken en daarna weer lieve mama. Dus dat was allemaal prima. Toen heb ik mijn boek gelezen. Dus dat was allemaal goed. Ik ga even de boodschappentas halen van boven. En dan ga ik eerst even de stofzuiger doorheen trekken. En dan ga ik straks boodschappen doen. Dus ik ga jullie nog wel eventjes meenemen. Dus dat is eigenlijk voor nu eventjes de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon zien als ik weer terug ben. Want ja, verder is er niet zo heel veel bijzonders nu. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus ik zou zeggen tot later. Het is nu 3:45 geweest, dus nog lekker op tijd. Mijn coach was ook al op tijd, dus dat is prima. Snel gedaan. Ik ben even nog op zoek gegaan naar een kandelaartje voor de kaars. Maar ik heb eigenlijk nog niet iets gevonden wat me heel erg aansprak. Merk je ook wel dat je hier natuurlijk niet zo heel veel winkels hebt. De winkels die je hebt, die, ja, daar vond ik het ook of nog vrij duur. En op zich, ja, als je echt iets heel mooi vindt, is wat duurder, is het op zich prima. Maar het was niet iets wat ik dacht, dat spreekt me aan. En ik heb ook nog geen bak gevonden voor de herinneringsbak die ik wil maken. Maar dat komt wel goed.
Mijn coach zei wel dat ik er heel moe uitzag, maar zo voel ik me ook wel. Ik voel me vandaag ook wel extreem moe. Ik zal even de boodschappen laten zien, dan kan ik ook nog eventjes wat gaan doen. Ik heb allereerst maar weer eventjes kattenvoer gekocht, want ja, dat blijft toch wel een dingetje, hè. De katten gaan er best wel hard doorheen, dus ik dacht, heb ik weer even staan. Dit versje kwam ik bij de Lidl tegen, die was nu bij 30% korting. Dus ik heb een paarse en die kun je dan zo strikken. Ik heb een emmertje genomen, want ik dacht, op zich is het ook wel lekker als een versje wat ruimer zit. Dat ga ik dan ook allemaal gewoon ook eventjes uitwassen. Mondwater die al 2 weken op mijn lijstje stond en die ik steeds vergat te kopen. Dus die kan straks gelijk weer in de bak. De kuppensoep was bij de Lidl weer in de aanbieding, dus ik heb toch weer eventjes meegenomen. En dan heb ik de chocomel. Standaard iets. Weer even 2 flessen water, want dat wordt vorige volgende week ook weer vrij warm, had mijn coach het over. Ik zag dat het hier nog wel meeviel, maar morgen gaat hij ook al naar 27 graden. Dus nou, daar heb ik er 2 van meegenomen. Weer eventjes de opschuimmelk voor de koffie. Dan heb ik even ammonia gekocht. Of ammoniak, hoe je het uitspreekt. Omdat ik die... ik wilde dus aan de gang gaan met mijn radiatoren. Om die te gaan schilderen. Mijn coach zei, dan kun je ze beter ook eventjes ontvetten. Maar ik wist niet waar je dat mee kon doen. En toen zei ze, ja, ammoniak kan wel. Dat had ik volgens mij niet in huis. Ik had ook nog even gekeken bij de trekpleister. Of ze daar toevallig dan nog wat hadden. Dat hadden ze niet qua houdertje voor de kaars. Maar kwam ik wel dit hele schattige matje met katjes tegen. Het is eigenlijk een deurmat. Ik denk wel dat ik hem ergens anders ga neerleggen. Want het is niet echt materiaal wat je ook heel makkelijk was. Ik denk dat ik gewoon lekker hem ergens anders in huis neer ga leggen. Dan heb ik hier slavinken. Oh, die zat er helemaal aan. Ik merk echt de laatste weken bij de plus heb ik continu een herscan. Het valt nu gewoon op, een paar weken achter elkaar. En ik heb 2 keer even de toetjes meegenomen. Die waren nu in de aanbieding. Hier zit dan 1 cent op wat je betaalt voor het bekertje. En dit is dan weer die pure smaak. Die vond ik heel lekker. En dan heb ik 2 keer spekletjes meegenomen bij de boni. Want die waren daar nu in de aanbieding. En het scheelde best wel veel geld met de Lidl. Die heb ik even 2 keer gedaan. Dan gewoon weer de toetjes. Deze zijn trouwens wat langer houdbaar, dus vandaar dat ik ze heb meegenomen. Boontjes. Ja, het was een beetje jammer, want ik had dus eerst altijd een goudranet. En daar waren ze nu in de aanbieding voor een best wel goede prijs. En ben daar wel geweest soms en dan zie je gewoon hele mooie boontjes liggen. Maar de goudranet is hier verdwenen. Het is nu wat anders geworden. Volgens mij is dat geen goudranet meer, want het heeft een hele andere naam. Dus dat voor een tegel heb ik gehakt. En deze is tot en met de 19e. En het is vandaag de 17e. Dus die ga ik gewoon alvast voordraaien. Dan leg ik ze gewoon als ballen in de vriezer. Patat. En aardappelschijfjes. En dat was het ook. Dus niet zo heel veel gedaan. Maar om maandag had ik nog eten. Dus voor zondag en voor vandaag had ik nog eten. Dus ik hoefde niet zo heel veel te halen. Ga het even opruimen en ga kijken of ik nog even iets ga aanpakken. Ik moet zeggen, de energie is laag. Ik merk wel echt dat ik super moe ben en dat er niet heel veel uitkomt. Maar ik ga in ieder geval even wat proberen. Maar eerst met de boodschappen opruimen. Ik had ook de trap nog naar beneden staan. Want Nicky zat boven toen ik wegging. Dus ik denk, ja, die trap naar beneden. Want ze moet gewoon naar beneden kunnen. Ook om de kattenbak te bezoeken of te gaan eten en drinken. Dus dat ga ik nu eerst even opruimen. Zo, even wat dingetjes nog gedaan. Dingen klaargezet voor de handwas, maar die ga ik morgen wel draaien. Katten net gevoerd, ging weer slecht. Tijgertje, die wilde eerst weer niet eten. Uiteindelijk heeft ze wat brokjes bij Mickey uit het bakje gehaald. Die hield ze dat ook al vol. Ik weet niet wat het is. Of ze dat voer toch weer niet lekker vinden. Ik vind het heel lastig. Kijk, en dan kan ik zeggen, ik zou over kunnen gaan op de Felix. Dat zou nog een optie kunnen zijn. Muisje is de enige momenteel die echt heel goed eet. Maar ik snap het niet, want ze altijd eerder wel gewoon goed op. Ik heb boven nog even wat geprobeerd te doen, maar ik merk gewoon echt dat mijn energie zo laag is, wat ik straks ook al zei. Dat ik gewoon echt heel erg moe ben, dus dat er eigenlijk gewoon niet zo heel veel nu uit mijn vingers komt. Ik heb ook weer een flinke klit in mijn haar, voel ik. Zit hier.
Dus ja, het is. Ik weet gewoon even niet waar het vandaan komt, maar het komt vast wel goed. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen in ieder geval. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik weer kijken naar waar gaat het over in de BNB vol liefde. Bla bla bla, met schapen komt niet meer. Dus ik ga nog wel eventjes een spelletje doen. Ga ik de foto's verder afmaken met bewerken. Dan ga ik misschien nog wat doen aan het artikel van Essence. Dan ga ik onder vuur kijken en lieve mama. En dan ga ik dingen een stukje van mijn boek lezen. En denk dat ik gauw vertrokken ben. Ik ben nu eigenlijk. Ik heb nu al heel veel moeite om mijn ogen nog open te houden. En het is nog vroeg. Ja. Ik weet ook niet zo goed nu waar het vandaan komt. Ik vind het ook een beetje raar, weet je, het weer. Morgen wordt het ook weer heel warm. En ja, het is allemaal een beetje gek. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien. Want ik ga nu niks meer doen dan eventjes in de relax-modus. Want alles kost me even moeite. Praten en zo. Ik had er wel heel veel lieve reacties van jullie gehad. Heel veel condolences. Dank jullie wel daarvoor. Echt super lief. Maar voor nu is de energie op. Dus ik zeg bij deze tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 18 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik ben een beetje bijgeslapen. Vandaag is de vermoeidheid wat minder. Maar het zal een beetje op en neer blijven gaan. Omdat je toch nog steeds wel veel nadenkt. Ik ben nu bijvoorbeeld ook heel erg van... Oh ja, vorige week rond deze tijd was het dit of was het dat. Omdat we toen natuurlijk het condoleren hadden. Daar ben ik dan nog wel weer heel erg mee bezig. Of het feit dat ik toen eventjes de katten een nachtje alleen moest laten. Wat ik heel lastig vond. En dat het dan nu alweer een week geleden is. Het gaat allemaal dan zo snel. Maar dat je wel een beetje daaraan blijft denken, zeg maar. Super lieve reacties van jullie gehad. Dat zei ik gisteren al. Maar er kwamen er gisteravond nog meer binnen. En ook hele lieve reacties. Dat mensen zeiden van ja, wat goed dat je je leven alweer oppakt. En wat knap, ja... Ik vind het ook wel lastig, maar ja, dat zei ik ook. Weet je, als ik stil ga zitten, dat kan ik heel slecht. En dan ga je alleen maar liggen nadenken of zitten nadenken en piekeren en dat soort dingen. Ja, en dan word je zelf ook niet echt vrolijker van. De confronterende dingen vind ik nu bijvoorbeeld ook wel. Mijn opa die droeg heel graag petjes. Ja, er is er hier een beetje eentje onrustig. En dat was dan ook vorige week, kwam je in zijn huis binnen, zag je aan de kapstok een paar petjes hangen. En op de keukenstoel hing een petje. En als je dus nu een oudere man ziet die een petje draagt, denk je, oh ja, dat deed opa ook. Weet je, dat zijn wel lastige dingen. Maar ja, we proberen de mooie herinneringen in ieder geval alweer een beetje op te pakken. En ja, het moet gewoon allemaal nog even een plek krijgen. Er is het gewoon nog te recent voor. Gisteravond heb ik gekeken naar dat spelletje, waar ik nu weer eventjes de naam van kwijt ben. Nee. Hij komt even niet binnen. Ik ging ook niet zo lekker. Ik had niet veel goed. En dat vind ik altijd wel leuk, juist als ik dingen goed heb. Maar dat ging ook niet. Toen ben ik de BNB vol liefde gaan kijken. En ik heb daar eigenlijk dit seizoen niet zo heel veel over gesproken. Wel dat ik er naar keek. Maar eigenlijk heb ik er hier en daar een keer wat laten vallen. Maar ik was gisteravond wel heel erg verbijsterd. Je hebt Martijn. En Martijn die woont in Hua Hin. En dat ligt in Thailand. En toen hij zich voorstelde in december had ik al zoiets van... Oei, toch wel pittig. Ik vroeg me dan ook af of vrouwen zich daar echt zouden voor opgeven. Omdat het dus echt Thailand is. En de verhalen die ik ken van Thailand die zijn niet per definitie heel positief. Maar er is best wel wat animo voor hem gekomen. Hij heeft daar dus wel een bed en breakfast. Maar ik vind het allemaal wel een beetje vaag. Want het is eigenlijk voor mijn gevoel meer een café. Want ik zie hem meer in dat café dan dat ik hem echt bezig zie met die bed en breakfast. Ik heb ook niet echt het idee dat hij zelf de bedden verschoot en zo. Dat hij daar wel de mensen voor heeft. Nou ja, dat daar serveert hij dus ook Nederlandse gerechten. Maar goed, hij heeft in ieder geval nu al een paar dames gehad. En die zijn inmiddels ook alweer naar huis. Want dan was de klik er niet en hij zag het allemaal niet. Dus die zijn allemaal ook wel weer weggegaan. Nu had hij een dame, eigenlijk best wel een leuke vrouw. Die ook echt wel niet alles pikte. Ook wel tegengas durfde te geven. En ik merkte woensdagavond al op. Ze vertelde toen een heel persoonlijk verhaal. En ik vond zijn reactie een beetje raar. En uiteindelijk kon je het dan ook wel begrijpen. Omdat ze elkaar dus pas 2 dagen kenden of zo. Alleen voor je gevoel kenden ze elkaar al langer. Maar dat komt omdat je die mevrouw dan al wat langer, zeg maar, in het programma ziet. Ja, dat komt door de montage. En dan is het dus in het echt pas dat ze elkaar 2 dagen kennen. Dus ik vond zijn reactie een beetje... Maar ik had wel zoiets van...
Ik vind het een beetje bot. Maar oké. Nou ja, toen hadden we op een gegeven moment, zie je dus dat ze een hele leuke dag hebben. Ze gaan samen er even op uit. Op een gegeven moment heeft ze wel aangegeven dat ze best wel trek had. Het is daar super warm, want je ziet die Martijn al continu echt met een heel bezweet gezicht. En ze zijn eigenlijk teruggekomen van dat uitje en ze hebben de volgende dag daar een gesprek over. Hij spreekt haar erop aan dat hij haar stil vond en dat hij het idee had dat er wat aan de hand was. En hij vond dat ze ineens heel anders gedroeg dan de dagen die hij had meegemaakt. Nou, dat werd echt eigenlijk best wel een hele grote discussie. Zij ging zich afzonderen. En op een gegeven moment, je ziet ze niet meer praten. Zij pakt haar koffers, gaat weg en ze nemen ook geen afscheid van elkaar. Hè? Het is helemaal niet uitgesproken. Die zijn met ruzie uit elkaar gegaan. Hij draaide zijn gezicht zo om toen zij vertrok. Ik dacht echt, wow, wat is dit pittig. Ik heb ook wel het gevoel dat hij niet klaar is voor de liefde. Maar goed, dat is iets wat ik nu, als ik zo naar het programma kijk, dat denk van nee. Volgens mij past het niet in je leven. Je bent te druk met je werk en dat soort dingen. Ik heb sowieso het idee dat er niet heel veel liefde aan te pas komt dit seizoen. Ik heb de foto's bewerkt en toen heb ik onder vuur gekeken en daarna Lieve Mama. Volgens mij heb ik daar van de week een keer de laatste afleveringen van. Het waren er maar 6. Toen heb ik nog wel even een boek gelezen, maar toen ben ik ook eigenlijk wel in slaap gevallen. Want ik was best wel moe. Ik ga zo meteen de slaapkamer doen. Ik moet ook even een was doen. Ik kan me letterlijk niet meer herinneren wanneer ik nou gewassen heb. Of dat het nou nog afgelopen maandag was. Ik weet het gewoon even niet meer. Ik heb het niet meer helder. Dus ik moet even een was draaien. Dan ga ik de slaapkamer doen. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Dus ik ga zo even de muziek aanzetten en dan ga ik eventjes aan de gang. Dus ja, dan heb ik ook weer een lekker schoon bedje. Ik heb de boel trouwens dicht, want het is best wel een warme dag. Dus ik heb alleen de slaapkamer open, anders kan ik daar niks zien. Klaar. Oeh, het was best pittig. Het was best wel warm hoor. Ik vraag me ook af hoe warm het nu inmiddels is opgelopen. Maar het is natuurlijk nog steeds zonnig. Dus het wordt gewoon weer tot 1 uur of 8 met de gordijnen dicht zitten. En dan kan het meestal open. Ja, 26 nu. Maar het is allemaal weer lekker schoon. Gelijk weer even opgeruimd. Dus dat is allemaal wel weer fijn. Dat heb ik nu allemaal weer klaar. De was is ook al klaar. En toen heb ik die was aangezet en ik zie later, oh chips, dit kledingstuk had er eigenlijk nog bij ingemoeten. Ja, dat gebeurt mij wel vaker. Dan is het in één keer weer dat ik denk, oké. Daar baal ik altijd een beetje van. Maar ja, goed, daar doe je dan niks meer aan, want die wasmachine draait. Dus ja. Katjes hebben net lekker gegeten. Tijgertje heeft ook weer goed gegeten. Mickey ook, daar ben ik heel blij mee. Maakte me daar toch een beetje zorgen over. Maar nu ging ze eigenlijk gelijk weer goed eten. Dus dat is heel fijn. Nu ga ik zo nog eventjes lekker relaxen en even wat drinken. En dan ga ik straks lekker douchen en eten. Nou ja, vanavond gewoon weer de quiz waar ik nog steeds de naam van kwaad. Waar gaat het over volgens mij? Ja, volgens mij is het waar gaat het over. En de BNB vol liefde. En ik denk nog eventjes een spelletje doen. En nou ja, dan ga ik gewoon mijn video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. En dan ga ik weer lekker onder vuur kijken. En vanavond kijk ik CMC. Dus dat is dan ook gewoon de planning. Ik ga nu in ieder geval niks meer doen. Eventjes bijkomen. Ik vind het mooi geweest. Ja, het is toch wel pittig met het warme weer. Maar goed, dat wist ik van tevoren. Dus nou ja, dan moet je gewoon even doorheen. Ik ga de camera even op het opladen doen, want die is bijna leeg. Dus ik zou bij deze dan zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 19 augustus. Ik ben klaargemaakt.
Ik heb wel de boel open, want het is wel warm buiten, maar de zon schijnt niet. Dus daarom kan alles wel open, maar het is gewoon heel vies benauwd. Ik heb echt zoiets van laten regen maar komen, dat die hopelijk de benauwdheid wat wegspoelt. Maar ja, volgens mij is aankomende week ook nog best wel warm weer voorspeld. Ik zal eens even nakijken. Eens even zien hoor. Ja, het is echt tot en met woensdag is het wel warm. En dan donderdag dan gaat hij weer dalen. Ja, dat merk je ook wel. Ik heb ook slecht geslapen. Ook deels door de warmte, omdat het benauwd was. Maar ook wel omdat ik werd een keertje wakker. En toen dacht ik, oh ja, vorige week natuurlijk de begrafenis van opa gehad. Wat deed ik toen ook alweer op dit tijdstip? Ik ben uiteindelijk nog wel weer eventjes in slaap gevallen. Maar het is ook zo bizar. Ineens overal zonnebloemen. Mijn opa die was dus groot liefhebber van zonnebloemen. Hij had zonnebloemen geplant, ook bij hem thuis. En toen heeft hij op een gegeven moment gevraagd om een foto van de zonnebloemen. Dus die had mijn vader gemaakt. Zagen er echt nog heel mooi uit. En vorige week toen we dus de dag van het overlijden bij opa thuis kwamen, zag ik ineens dat die zonnebloemen ook dood waren. Dat vond ik wel heel bizar. Ik weet niet of dat er wat mee te maken heeft hoor. Maar ik had wel zoiets van, ah, dat is wel heel triest. Opa overleden en eigenlijk zijn zonnebloemen, die staan er ook niet meer echt florissant bij, zeg maar. Dus ja, het zijn allemaal wel een beetje sneuwe dingen. Maar het lijkt ineens of je overal zonnebloemen ziet. Op tv hadden ze het over zonnebloemen. Mijn moeder die zag gisteren iemand in de winkel die kocht zonnebloemen. Dat is wel bijzonder. Ik heb gisteren gekeken naar Waar gaat het over en de BNB Vol Liefde. Ja, was allemaal prima. We hebben hierna nog 1 week en dan beginnen de meeste programma's ook weer te lopen. Dus nou ja, ook wel prima. Ik heb nog even gegamed. Daarna ben ik de video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Heeft allemaal nog best wel eventjes geduurd. Maar het is uiteindelijk allemaal gelukt. Toen ben ik onder vuur gaan kijken en naar de CMC. En toen ben ik mijn boek gaan lezen. Misschien dat ik het vanavond uitkrijg. Dat ligt er een beetje aan hoe moe ik ben. Ik voel me nog steeds moe. Ik heb het een beetje kunnen verdoezelen met de make-up. Maar ik merk nog steeds dat ik heel moe ben. Dus ja, het zal gewoon even tijd kosten. Ik ga zometeen even stofzuigen en de bakken scheppen. Dan ga ik beginnen met het schuren van de radiatoren. Want die moeten geschuurd worden. Die ga ik eerst even helemaal goed schoonmaken en daarna ga ik ze opschuren. Dus dat ga ik jullie in meenemen. Ik moet heel eventjes de batterij wat bijladen, want dat ben ik gisteren dus ook vergeten, zie ik nu. Dus dat ga ik ook even doen en dan neem ik jullie even mee als ik de radiatoren ga schuren. De radiator is gescheurd. Ik had ineens echt een hele grote spin die erachter vandaan kwam. Het was natuurlijk alweer gillen, maar hij is in ieder geval gescheurd. Dus hij voelt goed aan. Is het alleen nog een kwestie van ontvetten als voordat ik hem ga prijmen en dan dus ga spuiten. Ik zal hem ook eventjes in de douche laten zien. Die ziet er dan zo uit. Die is dan ook gewoon helemaal klaar, dus dat is heel fijn. Dus dat is top. Zo, ik heb alles klaar. Het schuren ging op zich wel goed. Het ging wel makkelijk. Het schoonmaken ook. Kwam inderdaad ook wel het vuil af. Nou ja, zoals wat ik dus net al vertelde, een grote spin.
Maar het ging eigenlijk allemaal wel vlot. Dus ik ben wel blij met het resultaat. Ik heb nu net even de stream aangezet, want Ajax gaat zo beginnen. Dus dat wil ik natuurlijk kijken. Ja, een beetje een rare tijd op zaterdag. Ben ik niet gewend, zeg maar zo vroeg. Maar goed, dat komt wel weer goed. Dus dat eigenlijk. Ik heb nog even lekker in mijn bullet journal gewerkt. Die moest ik even bijwerken, want het was 2 weken geleden dat ik er voor het laatst natuurlijk niet iets had ingedaan. Maar dat is verder ook allemaal gelukt. De katten hebben nu net lekker gegeten, dus dat is ook allemaal prima. Nu ga ik zo eventjes Ajax kijken. Ik heb wel de stream aan staan, want hij is niet op de gewone zender. Dan ga ik straks ook even lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik naar... weet ik eigenlijk niet. Dat was een hele aparte zin. Ik weet eigenlijk nog niet. Misschien dat ik even iets ga terugkijken. Want er is vanavond eigenlijk niet echt iets wat ik leuk vind. Dus ik moet maar eventjes kijken. Ik ga sowieso nog wel even gamen. Dan ga ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Misschien nog even verder met het artikel van Essence. Dan ga ik onder vuur kijken, parels en zwijnen. En dan ben ik benieuwd of ik mijn boek uitkrijg. Ik ga in ieder geval de batterij eventjes helemaal op laten laden. En dan ga ik ondertussen eventjes lekker Ajax kijken. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Goedemiddag, het is vandaag zondag en het is 20 augustus. Ik zit eventjes op de bank. Ik heb de boel maar weer dichtgelaten. Ik heb wel de deur naar de keuken open, vandaar dat daar wel licht uitkomt. Omdat ik wel het rolgordijntje omhoog heb gedaan. Dat je anders helemaal zo opgesloten zit. Dat gevoel heb ik toch al heel erg als de boel steeds dicht moet. Maar als het goed is zijn het een beetje de laatste dagen dat het nu echt zo onwijs warm is. Ik zie dat het flapje van het hoesje van de camera eraf is gegaan. Die kan het heel makkelijk weer op klikken hoor. Maar ik zie ineens dat hij eraf is. Dus die zal nog wel in de slaapkamer liggen, vermoed ik. Nou, gisteravond, ik dacht ik ga wel even wat terugkijken. Ik denk dat vind ik wel op zich wel eventjes lekker. Er is dus wat misgegaan met die opnames en ineens kan ik niks meer zien. Hij vindt niks meer. Het is heel raar. Ik heb al wat gegoogeld. Daar kan ik dus niks op vinden. Dus ja, dan moet je eigenlijk contact opnemen met die mobile. Dat doe ik liever even met zo'n chat. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin om te bellen en... je krijgt ze heel moeilijk ook te pakken, heb ik al wel een beetje ondervonden als ik een keer contact moest hebben. Omdat de wachtrijen dan heel lang zijn, ja, daar heb ik al gewoon allemaal geen zin in. Dus daar kan ik nu niks mee, want die zijn er morgen pas weer. Dus toen ben ik maar even de moeite waard gaan kijken via Videoland, want die had ik nog niet helemaal uitgekeken. Dus toen heb ik het daar maar eventjes opgestart. Maar dat vond ik wel heel vervelend. Dus ik weet niet zo goed of ik het vrees dat het dan ook allemaal gewoon weg is of zo. Ik weet het niet zo goed. Nou ja, ik had dan ook Ajax gekeken. Nou, dat was ook weer om te huilen, want ze hebben gelijk gespeeld. En dat vond ik niet echt goed. Ik zat vrolijk in mijn Ajax shirt, maar dat heeft dus niet geholpen. Dus nee, dat was ook niet fantastisch. Ik heb daarna eventjes weer GTA opgestart, maar ik ben nu eventjes een andere. Ik had zeg maar bij die game heb je 3 games op 1 schijf. Dus ik heb nu even een andere opgestart, want ik zit bij die ene gewoon onwijs vast. Daar kom ik gewoon niet uit. En hier ging ik eigenlijk best wel lekker. Zit ik nu, heb ik ook al een beetje een moeilijke opdracht. Dus ik wilde eigenlijk eventjes op Google kijken, of Google, YouTube kijken hoe ik die op kon lossen. Ja, zo ben ik ook. Als ik dan echt een paar keer heb geprobeerd en het lukt niet, dan ga ik op Google of YouTube kijken. Ik heb nog wel even de quiz met ballen gekeken. Toen heb ik de vlog voor het grootste gedeelte al in elkaar gezet. Toen ben ik onder vuur gaan kijken. Ik ben nog wel even verder gegaan ook met het artikel van Essence. En daarna heb ik parels en zwijnen gekeken. Dat was de laatste uitzending. Ik ga zo even groente afhalen. Als ik stofgezogen heb, ik moet nog even de schnitzels eruit halen. Zodat die even kunnen ontdooien voor vanavond. En ik ga straks gewoon foto's maken. Ik wil eigenlijk nog eventjes naar boven om daar wat proberen te doen. Dus eventjes kijken hoe ver ik ga komen. Het is daar natuurlijk wel onwijs warm en dat houdt me een beetje tegen. Ik zal straks in ieder geval even de fotospullen laten zien. Dus dat wordt eigenlijk een beetje mijn zondag. Ik ga eerst even het flapje van het hoesje pakken, want dat is ook wel een beetje vervelend zo. De fotospullen. Ik heb hier deze body scrubber. En die wil ik ook wel eventjes gaan reviewen, want ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. Dus het lijkt me wel heel lekker. Dan heb ik hier de Cheek Lover Marble Blush van Catrice.
in de kleur 010 Dahlia Blossom. Dan heb ik hier het Skyline palet van Max & Mori. Ga ik er nog eventjes ook een losse video over opnemen. En ik heb hier de Bright Applied Color Changing Lip Gloss van Essence. Hier ga ik nu eventjes foto's van maken. Ik heb het echt onwijs warm, want ik ben boven even aan de gang geweest. Was eigenlijk niet te doen, maar ja goed. Ik wilde toch even wat doen. Nou, eerst maar even foto's maken. Zo, katjes hebben hun eten weer lekker op. Ik ben net klaar ook met de foto's. Ik heb alles weer even opgeruimd en gelijk geïmporteerd. Ik moest alleen eventjes het kaartje van deze camera pakken. Want het andere kaartje zat vol en ik had geen zin om tussendoor eerst weer te legen. Dus dat heb ik even gedaan. Dus ik heb nu alle foto's gelukkig wel kunnen maken. Dat scheelt. Nou ja, wat ik al zei, boven even wat gedaan. Maar het was veel niet mee, omdat het dus inderdaad wel echt super warm is. Maar nou ja, goed, wie weet dat ik het volgend weekend alweer wat meer op kan pakken. Omdat het dan natuurlijk weer als goed is wat koeler wordt. Maar op zich wel een prima middagje zo. De groente is weer lekker afgehaald, dus dat is allemaal goed. Ik moet nog wel eventjes vlees vanmorgen eruit leggen, maar dat doe ik vanavond wel eventjes. Dus ja, eigenlijk wel prima zo. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik kijken naar Hudson en Rex. Ja, die is dus wel, de opname is weg, maar gelukkig wordt die vanavond herhaald. Dus dan kan ik gewoon vanaf het begin kijken wanneer het mij uitkomt. Ik heb hem voor de zekerheid wel opgenomen, mocht het niet lukken. Maar dat ga ik wel kijken. Misschien dat ik nog eventjes... dat programma ga afkijken waar ik gisteren mee begonnen was. Waar ik ook weer even de naam van kwijt ben. Het gaat echt lekker. Mijn hoofd is nog steeds een vergiet, jongens, naar alles. Ik weet sommige dingen weet ik gewoon niet. Soms onthoud ik dingen niet zo goed. De moeite waard was het. Ik ga sowieso nog eventjes verder met GTA. Want daar zat ik nu wel lekker in. Ik ga mijn nagels even doen. Dan ga ik mijn foto's bewerken. Ik hoop nog even verder te gaan met die foto's van Essence voor het artikel. Want die wil ik ook eigenlijk al een beetje snel online hebben. Ik wil de laptop nog wat opruimen. Dus wat dat betreft klusjes zat. Ik ga verder met Onder Vuur. En vanavond heb ik denk ik de laatste aflevering van Lieve Mama. Dus daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar. Ik ben inmiddels ook al met een nieuw boek begonnen. Want ik had gisteren mijn boek uit. En er was eigenlijk nog wat tijd dat ik dacht ik kan vast wel een nieuwe starten. Zit er nog niet meteen in. Maar er komt vast nog wel. Want ik was over het eerste deel wel heel enthousiast. Ik ga nu dan ook gewoon morgen. Ik ga nu verder niks meer doen. Mijn stem die begeeft het een beetje. En ik ga gewoon eventjes lekker in de relax modus. Want... ja, ondanks alles merk ik nog steeds dat ik best wel moe ben. Ik denk dat jullie het niet eens zien, want volgens mij heb ik de wallen weer onder mijn ogen hangen. Maar goed, dat gaat wel weer goed komen. Ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is vandaag 21 augustus. Sta ik ingezoomd of zo? Oh nee, nu zoom ik mezelf in. Dat is niet de bedoeling. Ik ben klaargemaakt. Ja, het is nog steeds wel warm. Ik vond gisteravond ook zo vies benauwd. Ik heb voordat ik ging slapen, 10 minuutjes daarvoor of zo, heb ik eventjes de ventilator aangezet. Zodat het een beetje kon afkoelen. Nou, dat ging dan op zich wel. Maar het blijft wel vies benauwd. Ik weet niet eens hoeveel graden het is. Ik zal wel blij zijn als het van de week minder wordt hoor. Ja, het is nu 25 graden. Ja, donderdag dan nog wel eventjes een flinke warme dag. Want het zou eigenlijk donderdag al afkoelen. Maar goed, we moeten er eventjes doorheen. Ik heb gisteravond Hudson en Rex gekeken. Mooie uitzending. Kan niet anders zeggen. Daarna heb ik eventjes de moeite waard afgekeken die ik aan het kijken was. Ik heb nog even GTA gedaan. En mijn nagels zijn blauw. En dat is deze kleur. Someone Like Blue van Essence. Het nummer kan ik je momenteel even niet vertellen. Nee, dan zou ik eventjes de zaklamp voor aan moeten zetten op de telefoon. Want door de donkerheid zie ik niks meer in dit huis. 51, nummer 51 is dit dus. Maar ik vind het wel een tof kleurtje. Ik heb al een thumbnail gemaakt vanmorgen. Of vanmorgen, voor de video die ik vanavond in elkaar gezet die morgen online komt. Foto's zijn bewerkt, het is allemaal goed gegaan. Toen ben ik Onder Vuur gaan kijken. Was weer een mooie uitzending. En daarna Lieve Mama. En even serieus, wat een plot twist was dit.
Ik ga niks verklappen, maar ik vond echt, ik zag dit niet aankomen, jongens. Ik zag echt, ik vond het echt een heel bizar einde. Het is ook wel weer een einde waar je zelf een beetje een verhaal aan vast kunt knopen, waarvan ik een vermoeden heb wat er gebeurd zou zijn, maar waarvan ik niet zeker ben. Mocht je een beetje van trillerseries en zo houden, kan ik het je zeker wel aanraden. Want hij was wel echt steengoed, moet ik zeggen. Maar het einde was dus echt wel een beetje apart. Ik ga zo meteen de boel doen. De katten bakken, de douche en de gang. Ik ga even die handwas aanzetten, want dat had ik nog niet gedaan het weekend. Ik ga ook eventjes de prullenbak schoonmaken. En dan ga ik die prullenbakverfrisser eventjes proberen. Want daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar hoe dat werkt. En ik hoop dat het wat lekkerder ruikt. Als ik nu die prullenbak open doe, komt er een geur uit, jongens. Ook al zit er een schone zak in, er komt een geur uit. Dus ik zal hem ook even goed schoonmaken. Dat is eigenlijk voor nu even de planning. Ik ga jullie gewoon meenemen. Dus tijd om maar eventjes aan de gang te gaan. Morgen wordt ook even iets andere dag. Ik moet morgenochtend even een simkaartje ophalen voor mijn telefoon in de stad. Normaal gesproken iets waar ik best wel eventjes van kan genieten om er even uit te zijn. Ik heb nu zoiets. Het genieten van dingen, dat ontbreekt nog wel. Ik kan nog niet echt zin hebben om iets leuks te gaan doen. Omdat het allemaal nog zo kort geleden is met opa. Ik sprak straks even met Nathalie. Toen ging het over opa en ik begon ook echt weer te huilen. Want dat ik echt dacht van, oh, het zit nog zo hoog allemaal. Maar goed, dat is logisch. Dus dat moet ik morgenochtend eventjes doen. En wat ik zeg, het genieten van leuke dingen doen, dat ontbreekt gewoon nog heel erg. Maar ja, dat komt vast wel weer goed. Ik ga nu eventjes aan de gang, dus ik ga jullie meenemen. Zojuist de poeder in de vuilnisbak gestrooid en ook in het afvalemmertje van het GFT. Het ruikt echt super lekker. Er zit gewoon een klepje. Je ziet je poeder zitten, dat strooi je er een beetje in. En dat zou vermengen met je afval, maar ik doe er wel een zak in. Maar het ruikt in ieder geval super lekker, kan ik je vertellen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het verder werkt. Of hoe het de luchtjes ook echt tegen gaat. Dat ga ik de komende dagen testen. Ik ben weer klaar, maar ik vond het echt tegenvallen. Het is zo gigantisch warm. Het zweet droop echt waar het gaan kon. Dat brilletje dat zakt steeds verder naar beneden dan. Dus ik heb echt zoiets van, oeh, verschrikkelijk. Maar ik heb alles klaar. Ik heb die handwas ook al klaar, die hangt al. Ik heb de was opgevouwen. Ik ben dus heel erg benieuwd naar de verfrisser voor de afvalbak. Je kunt het ook in kliko's gooien trouwens. Dus als je echt kliko's hebt, dat zou ik zelf dan niet zo snel doen. Maar daar kun je het ook in doen. Het schijnt dus echt wel langere tijd te werken. Dus echt wel een paar maanden. Dus daardoor doe je er ook best wel lang mee. Je schijnt dus ook een spray te hebben voor je afvalbak. Als ik nog bij de Action een keer weer kom, zou ik daar nog wel even naar willen kijken. Daar ben ik ergens ook wel heel nieuwsgierig naar. Maar goed, het is allemaal weer gelukt. De bak wordt even helemaal afgespoeld van de kattenbak. En nou ja, alles is weer schoon. De vuilnisbak is schoongemaakt. En ook het afvalbakje van de GFT. Ook al heb ik er wel zakjes in. Ik heb daar ook even wat nog ingestrooid. Maar ik hou jullie in de vlogs op de hoogte van hoe het mij bevalt. En misschien heb je het zelf inmiddels ook al wel gekocht hoor. En ben jij er misschien ook wel enthousiast over of totaal niet. Maar ik ben wel benieuwd. Ik ga zo meteen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten maken. Doe je ook niet graag hoor met dit weer, want het is echt benauwd en warm. Maar goed, nog even een paar dagjes volhouden.
Vanavond ga ik gewoon weer kijken naar waar gaat het over. En de BNB vol liefde. Laatste week gaat nu in. Of vanaf volgende week hebben we weer gewoon goede tijden, slechte tijden. Waar ik ook wel weer zin in heb. Ik ga nog even gamen. Dan ga ik de video in elkaar zetten. Mijn blogpost schrijven. Dan ga ik onder vuur kijken. En nog even kijken of ik iets op Videoland kan vinden. Maar dat moet ik nog eventjes naar kijken. Wat ik daar wil gaan kijken. En daarna ga ik lekker mijn boek lezen. Ik had mijn folders weer gehad. Daar was ik blij mee. Want ik had dus nu 2 weken geen folders gehad. Ik had wel even melding gemaakt daarvan. Ik vond het toch wel vervelend. Ik vind het gewoon altijd heel lekker om de fysieke folders te hebben. En dan daar eventjes doorheen te gaan. En dan met mijn boodschappenlijstje ernaast. Van, oh, dat is daar een reclame. Of heb ik dat nodig? Of wat dan ook. Dat vind ik dus zelf wel fijn. Dus dat heb ik nu eventjes. Kan ik nu dus eventjes mooi weer doen. Dus daar ga ik straks ook eventjes nog naar kijken. En goed, en vanavond lekker weer verder met mijn boek lezen. Ik ga nu in ieder geval lekker relaxen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 22 augustus. Ik ben klaargemaakt, maar dat heb ik een tijdje geleden al gedaan. Want ik ben al eventjes weg geweest vanochtend. Ik moest dus even naar de T-Mobile winkel. Het is allemaal wel gelukt. Ik heb ook gelijk even een ander probleem opgelost. Want als je mijn vlogs langer volgt, heb je misschien al wel een beetje meegekregen dat ik de laatste tijd best wel veel last had met de televisie kijken. Ik heb dus T-Mobile thuis. Van de week waren ineens al mijn opnames verdwenen. En ik merk ook gewoon af en toe, dan loopt het geluid niet synchroon, zeg maar, aan het praten op televisie. Dat is gewoon heel vervelend. Dus toen vroeg die jongen ook, ja, heb je al andere diensten van T-Mobile? Ik zeg, ja, T-Mobile thuis. Ik zeg, maar ervaar ik toch wel wat problemen mee. Dus ik benoemde mijn probleem in eerste instantie. Zei hij ook, ja, die opnames, dat klopt wel, want die zijn een tijdje geleden gewist. Ik zeg, ja, dat klopt. Ik zeg, maar dit gaat echt om recente opnames van de afgelopen week. Hij zegt, oh ja, wat voor kastje heb je? Ik zeg, ja, zo'n hele grote waar een opnamefunctie op zat. Toen zegt hij, ja, dat is dus waarschijnlijk ook het probleem. Die kastjes die zijn al vrij oud. Ze hebben in eerste instantie toen mij wel een nieuwe kastje opgestuurd, maar die had dus geen opnamefunctie en ik wilde opnemen. Dus waardoor, zeg maar, die kastjes, die functioneren dus niet zo lekker met de nieuwe software van T-Mobile. Dus hij zegt, ja, dan zouden we kunnen kijken of het kastje kunnen omwisselen. Maar ja, daarvoor moest hij zelf ook even met de klantenservice contact opnemen. Dat kunnen ze in de winkel dus niet regelen. Nou, helemaal prima. Dus hij ging bellen. Maar ja, hij moet dus ook gewoon het reguliere nummer bellen. Ze hadden in het verleden hadden ze dus wel een nummer voor waar ze rechtstreeks contact mee konden opnemen. Wat ben je aan het doen, tijger? Maar dat kan dus niet meer, want dat is bij klanten terechtgekomen. Die gingen allemaal dat nummer bellen. Nou, ik moet zeggen, die jongen werd ook niet heel netjes behandeld. Op een gegeven moment zei hij ook wel van, nou, je hoeft je iets aangevallen te voelen en ja, dat soort dingetjes. En eerst konden ze hem niet helpen en uiteindelijk was het, ja, ze konden dat kastje wel omruilen. Want toen kwamen ze uiteindelijk achter dat ik inderdaad nog een verouderd kastje had. Dat is allemaal wel gelukt. Ik heb ook even het statiefje gekocht wat bij de camera hoort, want die wilde ik eigenlijk al een poosje hebben. En ik dacht, nou ja, ik ga hem nu toch maar kopen. En ik heb hier een vlieg die heel erg aan het zoomen is. Dus die moet zo ook even weg. Gisteravond heb ik gewoon, ik weet er alles van gekeken. Nee, ik heb gekeken naar waar gaat het over en de BNB vol liefde. Ik moet wel zeggen, de laatste week vind ik dan dat het meer een beetje erin gepropt wordt voor mijn gevoel allemaal. Ik heb nog even een game gedaan. Toen ben ik mijn blogpost gaan schrijven. Heb ik mijn video online gezet of ingepland en toen ben ik onder vuur gaan kijken. Daarna heb ik nog iets gekeken op Netflix. Videoland, sorry. Ik raak helemaal in de war. Dat heette Doormis. Maar ik vond het zo'n vage serie. Het was 1 aflevering, maar het was heel vaag. Ik zal jullie even het statiefje laten zien. En dan ga ik eventjes zorgen dat die vlieg weg is. Dan ga ik stofzuigen, de boel doen. En dan ga ik eventjes video opnemen. En ik heb jullie nog even een klein stukje meegenomen in de stad. Maar dat is echt maar heel kort. Daarna ga ik ook nog even diamond painten. Dus dan ga ik jullie dan ook nog eventjes meenemen. Maar ik zal je even het statiefje laten zien. Ik heb nu dit statiefje gekocht van Sony. Dit is een wat duurder statiefje ook. Werkt op Bluetooth. Ik heb momenteel een goedkope statiefje waar die nu op staat. Die heb ik ooit een keer bij bol.com gekocht. Maar ik merk toch, deze camera is wat zwaarder. Dus ik vind toch dat het niet helemaal lekker functioneert. En met deze kun je ook de vlog starten of een foto maken vanaf het statief. Dus ik zal hem eens eventjes overmaken. Want ik heb zelf ook nog niet in de doos gekeken. Het was nog een hele zoektocht. Ik heb hem bij de Mediamarkt gekocht trouwens.
Allereerst zie ik hier een heel mooi zakje waar die in kan. Dat vind ik al een pluspunt. Dus kun je hem netjes opbergen. Hier zit het statiefje in. Ik moet allemaal nog wel even gaan kijken hoe dat allemaal werkt hoor. Maar dit is hem dan. Het is een wat zwaarder statief. Maar je kunt hem dus ook gewoon zo neerzetten. Ja, dat kunnen jullie nu niet zien. Maar hij kan dus gewoon staan. En dan heb je hier inderdaad voor, je kunt hem ook lokken zodat hij vast zit voor de film, de foto en dit weet ik allemaal nog niet. Maar dit is dus dat statiefje. Hij gaat wel op batterijen, dus er zit een grote in. Het zijn niet mijn favoriete batterijen, maar goed. Ik ga dat even rustig op mijn gemakje doorlezen, want er zit een boekje bij. Maar die had ik dus eventjes in ieder geval gekocht, dus even statiefje. Maar wat ik zeg, ik ga het even op mijn gemak doorlezen, want ik weet nog allemaal niet hoe dat werkt. Goed, ik ga even wat doen en dan ga ik de video opnemen. Trouwens dit jurkje aan vandaag van de Lidl voor de mensen die het leuk vonden om te zien. Die had ik vorige week of twee weken teruggehaald. Ik vind hem wel heel leuk staan en ook wel lekker zitten. Dus wel een heel lekker luchtig jurkje, maar eigenlijk met deze temperatuur nog wel te warm omdat hij mouwtjes heeft. Maar ik vind hem wel heel leuk. Zo, de katjes zijn uitgegeten. Die hebben lekker hun eten op. Ik heb wel even lekker mijn diamond painting gedaan. Dus dat was wel lekker. De video staat erop. Ik kreeg van een van jullie gelukkig al een berichtje dat de video vastliep. Dat vind ik altijd heel fijn als jullie mij er even op attenderen. Ik vergeet soms het wel eens te checken. Dat was dus nu gebeurd. Dus die heb ik gelijk eventjes opnieuw opgeslagen en geüpload. En die staat nu online. Als het goed is moet het nu goed zijn. Maar het is altijd wel fijn dat jullie daar eventjes dan op attenderen. Van joh, de video doet het niet of wat dan ook. Dat vind ik altijd wel heel fijn. Ik heb de deur even opengezet, want het is zo niet te doen meer binnen. Dat het buiten is het toch koeler als binnen. Maar gelukkig nog een paar daagjes. Ik had trouwens ook nog eventjes alvast twee foto's afgedrukt. Ik ga een fotowandje maken, maar dat ga ik in de volgende vlog doen. En daar had ik alvast even twee foto's voor afgedrukt, dus dat was ook wel heel prettig. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond weer gewoon, we gaan het over en de BNB vol liefde. Ik denk nog even gamen. Vlog afmaken, foto's bewerken, onder vuur kijken. En dan ga ik even kijken op Videoland wat ik ga kijken. Ik zit te denken aan de jacht, die heb ik ooit al wel een keer gezien, maar het is alweer een tijdje geleden. Ik heb inmiddels mijn haar ook vastgemaakt, want dat is ook niks voor dat losse haar met het warme weer. Maar goed, dat komt ook wel weer goed. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om naar te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen.
Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!